mijn tweede vlog. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen verstaan, want het waait ontzettend hard. Ik wilde dus vandaag met Zoe de bossen ingaan. Ik heb net even gelongeerd. En ik weet niet of het zo'n goed idee is, want het is behoorlijk zenuwachtig. Dus misschien dat ik nou even op de wei ga rijden, dat ik gewoon helemaal niet ga rijden. Want twee vanaf. Ik ben sowieso even aan het longeren, want ze was ontzettend nerveus. Ze zijn achterlijst met werkzaamheden bezig en dit is niet leuk. Ik wilde eigenlijk gaan rijden, maar ik dacht van, lijkt me niet zo'n goed idee om er nu op te stappen. Als je ziet wat ze doet. Rondje gereden met Zoe, want toen ik aan het rijden was, deze eigenlijk best wel gewoon goed. Dan was ze gewoon rustig. Ik dacht, ik durf wel even kosten in. En het ging ook best goed. Ik heb wel een klein rondje gereden, maar het begon te regenen en er lagen overal takken en zo die ze eng vond. En, ja. Maar verder heeft het goed gedaan. Dus nu staat ze lekker te eten. Ik zit beneden omdat ik vandaag eigenlijk wel wat pakketjes had verwacht. Ik heb een aantal dingen besteld op eBay. En onder andere shirt zou helemaal vandaag binnen moeten zijn. Maar het is nu al bijna 4 uur. Dus ik denk niet dat het nog gaat komen. Dus ik hoop dat ik hem überhaupt nog wel krijg. Met eBay weet je natuurlijk nooit zeker. Ik zat dus net te vertellen dat ik op een eigen pakketje verwachtte. En ik niet dacht dat het nog zou komen. Maar toch wel. Ik had een t-shirt besteld op eBay van Callum Hood. De bassist van 5 Seconds of Summer. En die heb ik nu aan. Hij is een beetje te groot, want ik had hem. Ik vind het een beetje moeilijk met eBay met maten. Deze kwam wel vanuit de UK, dus op zich zijn die maten niet heel anders dan in Nederland natuurlijk. Maar ik dacht van, ja, hij was niet heel goedkoop voor eBay standaard. Ik dacht, ik kan beter iets. Ik heb liever dat het klinkt te groot is dan te klein. En zo overdreven groot is hij nou ook weer niet. Dus ik ben er wel blij mee. En op mijn blog komt hij binnenkort. Nou ja, binnenkort. Over een tijdje komt hier nog een artikel over, want ik ben bezig met een artikel over aankopen van eBay. En wat ik daarvan vind. Maar dan moet ik eerst wat meer aankopen van eBay verzamelen. 5 Seconds of Summer heeft net nieuwe merchandise online gezet voor een nieuwe single. En ik heb helemaal geen officiële merchandise van 5 Seconds of Summer. Dus ik heb dit shirt besteld en de single van She Looks So Perfect, want die was maar 3 euro. Dus die wilde ik er dan nog wel bij bestellen. Maar ja, deze komt dus pas 28 augustus uit. Dus die heb ik pas in september. Maar ja, ik vond het heel leuk. Ik heb voor die van Luke gekozen. Want ik heb al een Callum shirt, zoals jullie al in deze vlog hebben kunnen zien. En het is niet per se dat ik echt favorieten heb of zo. Want ik wil ook nog wel. Nu ik deze twee heb, wil ik ook nog wel een shirt van Michael en van Ashton, maar ik vind het leuker om 4 verschillende shirts te hebben dan 4 dezelfde. Ik ben net wakker en dat kun je waarschijnlijk ook wel zien en horen, maar ik werd wakker en het regent echt ontzettend hard, dus ik heb snel even een joggingbroek aangetrokken en dan ga ik even op en neer naar Zoe om een ander deken op te gooien. Die staat nu onder een vliegendeken en als die nat wordt, dan krijgt ze het te koud, zo warm is het niet. Dus ik ga er denk ik toch maar even een regendeken op gooien, ondanks dat het ook weer niet zo koud is, maar het blijft best wel de hele dag regenen. Dus ik heb echt een beetje opstartproblemen vandaag. Ik ben vanochtend dan al bij Zoe geweest om een deken te wisselen. Maar daarna ben ik weer terug in bed gelegen, had ik beter niet kunnen doen. En het is nu 12 uur en ik ben nu eindelijk mijn bed uit. Maar het voelt altijd zo alsof je al een halve dag verpest hebt ofzo. Dat ik vanavond helemaal niet hoef te werken, dus ik heb gewoon de rest van de dag. Dus ik denk dat ik zo even lunch ga maken. En dan misschien daarna even in bad ga of zo. Dan doe ik normaal gesproken nooit, maar ik heb echt al heel lang een badbom van Lush liggen die ik eens echt moet gebruiken. Misschien ik dat maar ga doen. Nu ik vandaag toch helemaal niks te hoef. Dus. Hier is Kittel. Kittel! Kijk, niet zo boos. Ik ben net even naar het dorp geweest en ik dacht ik zal even laten zien wat ik gekocht heb.
Kleine shoplog. Dit heb ik gekocht. De nieuwe limited edition van Catrice ligt eigenlijk in de winkel. Dus ik heb de blush gekocht. En laat ik meteen vallen. De blush in de kleur La Lavender. En dit oogschaduwpaletje. Wat best goed gepigmenteerd is in de kleur Rose Vintage. En deze nagellak. In de kleur For Some It's Plum. Poster buddies, want die van mij waren bijna op. Nu krijg ik om posters op te hangen op mijn kamer. Deze penguin om ijsklontjes mee te maken. Die wil ik vooral gewoon. Die wil ik gewoon niet laten liggen. Die was straks op mezelf gewone. Wat nog niet binnen aanzienbare tijd zal zijn, maar dan heb ik vast iets. En deze aansteker die ik gewoon op mijn kamer neerleg om kaarsen zo aan te steken. Die van mij deed het niet meer. En dit kaarshoudertje. Die vond ik wel leuk. En ik gebruik die vooral voor de foto's van Yankee Candle. Ik moet vandaag even het paard op de paddock zetten. En ze staan nu allemaal op de paddock. Op Irma na. Dat is Lulu. Hij stelt niet scherp. Lulu, kom! Nou kan Lulu mooi dat ze in je priores opeten. En dan ga ik ondertussen Irma. Oh, Irma komt al aanlopen. Het is al een stuk makkelijker. Goedemorgen, het is al 11 uur geweest en ik lig nog steeds in bed. Ik kon vannacht echt niet in slaap komen, dus ik kan hier mijn bed niet uitkomen. Ik ben ondertussen al even wakker, maar ik kan er gewoon niet uitkomen. Dus ik heb een beetje op Twitter zitten kijken en zo. En het eerste wat ik op Twitter zag is dat Destin er nu officieel mee stopt. En ik zal even wat iemand erbij gaan zitten. Er waren altijd drie Nederlandse bands waar ik naar luisterde. Destin, Only 7 Left en I'll Pick You Up. En Only 7 Left en I'll Pick You Up. Die zijn dus al gestopt. En nu Destin dus ook. En omdat ik eigenlijk al niet meer luister, vind ik toch wel een beetje jammer. Maar ik vind het ook wel raar. Want ze hebben echt... In dit jaar hebben ze nog een nieuw album uitgebracht. Op de markt crowdfund is door hun fans. Dan vind ik het een beetje raar. Als je dan eens zegt van... Hey, stoppen er toch mee. Maar goed... Zo leuk vond ik een nieuwe album toch niet. Dus ja, maar ik vind het op zich wel jammer. Misschien dat ik nog wel naar een afscheidsshow ga als die nog niet uitverkocht is in 013. Ik kom beneden en liggen Skittle en Hummer liggen gewoon helemaal tegen elkaar aan op de vensterbank. En dat doen ze dus echt nooit, want onze katten zijn op het allemaal vrij op zichzelf. Maar nu liggen ze dus gewoon echt zo. Ik ben nu even de nieuwe video van Merten kijken met Teske. Hij is zo leuk. Teske poept in haar broek. Ja, die telt. Nog een punt. De eenhoorn. De eenhoorn. Hebben. Heb ik. Hebben. Hebben. Heb ik. Hebben. Hebben. Heb ik. Ik ben nu met Live As I Know It van deze week bezig. Die moet natuurlijk ook nog online komen. Ik ben bang dat beetje weinig foto's zullen zijn. Vergelijking met andere Live As I Know It. Omdat ik deze week dus eigenlijk de hele week gevlogd heb. En meestal van wat ik gedaan heb gevlogd in plaats van dat ik er foto's van gemaakt heb. Dus ik hoop dat die wel een beetje lang genoeg is. Ik heb net even een staprondje met Lulu gedaan en Sis. Op Lulu en Sis met Zoe gedaan. Die is weer terug van vakantie. En het is nu 7:15 en ik heb net gedoucht. En normaal gesproken moet ik op vrijdagavond paardrijden op manege. Maar dat is nu een zomerstop. Dus nu heb ik eigenlijk gewoon ineens zoveel tijd over. Want normaal gesproken zou ik nu nog op het paard zitten. Zou ik pas om 7:30 thuis zijn. En dan zou ik dan nog moeten eten en douchen. En nu heb ik nog een hele avond. Wat ik op zich wel fijn vind. Aangezien ik morgen moet werken. En ik dus wel een beetje op tijd naar bed moet.
Maar ja, nu weet ik eigenlijk niet goed wat ik met mijn avond moet. Ik denk trouwens dat ik het weekend niet ga filmen, niet ga vloggen, want dan ben ik met mijn vriend en ik durf zeg maar nog niet echt te vloggen waar mensen bij zijn. Dat vind ik nog een beetje ongemakkelijk. En bij mijn vriend thuis ben ik niet echt alleen. Veel. Ik ben echt snel alleen. Dus ik denk dat ik daar nog maar even niet ga vloggen. Dus in principe, ja, misschien dat ik toch nog wel wat vlog. Ik ben zondag op zich wel op tijd thuis, omdat ik nog moet werken 's avonds. Maar dat zullen jullie zo wel zien. Deze ketting heeft Sis voor mij meegebracht uit Ibiza. Met een hoofdwijzer, omdat ik dus voor Zoe gezorgd heb. De achterkant staat Suerte Salut, voor zover ik Spaans kan. Ik wist niet wat het betekent, dus ik heb het even opgezocht. En Salut betekent gezondheid en Suerte betekent geluk. Als Google Translate het goed heeft vertaald. En ik heb van eBay heb ik deze binnengekregen. Zo'n choker, die vroeg ik toen ik nog klein was ook altijd, maar ja, die zijn nu weer helemaal in. Ik vind het altijd wel leuk staan, dus die heb ik ook via eBay besteld voor echt $1 of $2 of zo. Ik doe met Lulu, met de app en de monden, doe ik mee aan een soort van ja, wedstrijd, een challenge van via Bokt, om zoveel mogelijk kilometers paard te rijden. En die loopt steeds van augustus, van begin augustus tot eind juli ieder jaar. Dus dit is het tweede jaar dat ik meedeed. Dus die is vandaag is 31 juli, dus vandaag is de laatste dag. En mijn doel was om voor deze challenge 800 kilometer te rijden. En we zijn nu geëindigd op 700, nou, hij stelt niet scherp. Maar 799,94 kilometer. Dus het scheelt echt maar heel weinig. Ik heb bijna de neiging om gewoon nu nog even uit de wei te halen om tot de 800 te komen. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar toch, 799 kilometer vind ik ook best wel netjes. Niet alleen met Lulu gedaan. En de afgelopen paar weken heb ik bijna niet op Lulu gereden. Maar ja, we zijn nu op de 30ste plek geëindigd van de, kijken of mensen er meedoen, van de 136. Dus dat is toch niet slecht. En vorig jaar waren we 165 of iets dergelijks. Dus hopelijk kunnen we dat volgend jaar weer gaan verbeteren. Ik ga zo naar mijn vriend. Dus bij deze wil ik mijn vlog vast afsluiten. Zodat ik hem zondag alleen maar hoef te editen en online hoef te zetten. Ik hoop dat ik wel een beetje soepel bij mijn vriend aankom. Want het is echt weer een puinzooi bij de NS. Er zijn overal werkzaamheden. Ik moet dan minstens een half uur omreizen. Dus we gaan het zien. Nou, dan was dit mijn tweede vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En een duimpje omhoog te geven. Dus nou, tot volgende week.